Op zoek naar de juiste postcode of een adres. Ik ben Shema en in deze video leg ik je uit hoe je via PostNL een postcode of een adres vindt. Als je antwoord wil op een bepaalde vraag, ga dan hieronder meteen door naar dat gedeelte van de video. Misschien wil je iemand verrassen met een kaartje, maar weet je alleen de straatnaam en het huisnummer en mis je dus de postcode? Of juist andersom, voor het versturen van post heb je altijd een postcode en een huisnummer nodig, want zonder deze informatie kan je post namelijk vertraging oplopen of zelfs niet bezorgd worden. Met de handige online tool van PostNL zoek je gemakkelijk een postcode of adres op in Nederland. Zo gepiept. Als je een postcode wil vinden, vul je de straatnaam, het huisnummer met eventuele toevoeging en de woonplaats in. En als je een typfout maakt, dan is dat helemaal niet erg, want de adreschecker verbetert namelijk automatisch het adres. En voilà, de juiste postcode verschijnt. Wil je het juiste adres checken? Dan is het invullen van een postcode en huisnummer genoeg. De tool vind je door te klikken op het i'tje hierboven. Als je iets naar het buitenland verstuurt, houdt het dan rekening mee dat voor elk land andere adresregels gelden. Klik op de link in de beschrijving voor de voorwaarden van internationale post. Zoek je een adres in het buitenland? De internationale adreschecker van PostNL houdt automatisch rekening met de adresstructuur. Zo weet je altijd zeker dat de volgorde klopt, want die kan namelijk per land verschillen. Check, check, dubbel check. Met deze handige tip staat voortaan altijd het juiste adres op jouw post. Zo kan PostNL sneller sorteren en duurzamer zorgen. Teamwork. Postcodes spelen een belangrijke rol in het sorteren van post, omdat PostNL zo sneller post bundelt voor een bepaald gebied. Wist je dat het sorteren al begint op het moment dat je een kaart in de oranje brievenbus doet? Jij sorteert dan al door je post in de linker of in de rechter gleuf te doen. Je doet het namelijk op basis van postcode. Nederlandse postcodes bestaan altijd uit 4 cijfers en 2 letters. Maar waarom is dat eigenlijk? Neem de postcode 2521CA bijvoorbeeld. Dit is de postcode van het hoofdkantoor van PostNL. De eerste 2 cijfers in de postcode verwijzen naar een bepaald gebied. Bij de postcode 2521CA staat de 25 voor de omgeving Den Haag. De laatste 2 cijfers verwijzen naar een kleine woonplaats of wijk binnen dat gebied. Zo staat de 21 in de postcode van PostNL voor de wijk Laakhavens in Den Haag. De 2 letters in een postcode verwijzen naar ongeveer 25 woningen, panden of postbussen in die wijk. In dit voorbeeld staan de letters CA voor het aantal woningen of gebouwen in de Waldorpstraat. En zo heeft elke woning, postbus en elk bedrijfspand in Nederland een eigen postcode die op deze manier is ingedeeld. Heb je iemands adres in een adresboekje staan, maar weet je niet zeker of dit nog klopt? Nou, dat kan best wel lastig zijn. Bij de gemeente houden ze een bevolkingsregister bij waarin staat wie op welk adres woont. Maar deze informatie krijg je natuurlijk niet zomaar. Het is dus handiger om al je adressen in 1 overzicht bij te houden. Nou, hoe je dat doet? In de PostNL-app kun je je contacten een adresverzoek sturen via adresverzoeken. Vink aan waarom je een adresverzoek stuurt, bijvoorbeeld voor een uitnodiging voor een bruiloft of een geboortekaartje. Het verzoek verstuur je vervolgens via WhatsApp en de adressen komen dan vanzelf in de PostNL-app. Klik op het i'tje hierboven om de app te downloaden en ga dan meteen aan de slag. Zo heb je alle adressen op 1 plek. Ook heel erg handig voor de feestdagen bijvoorbeeld, of als iemand verhuist. Zo, jij weet nu hoe je een postcode of een adres kan vinden met behulp van PostNL. Op dit YouTube-kanaal vind je nog meer video's waarin je antwoord krijgt op allerlei veelgestelde vragen, zoals deze hier. Abonneer je ook gratis op dit kanaal om altijd op de hoogte te blijven. Doeg!